In deze 38e aflevering van het COVID-19-journaal weiden we verder uit over wat in de 19 COVID-19-protocollen staat. Die zijn nu allemaal te vinden op de website bogsuriname.com. Handig om zelfs na te lezen wat de regels en de instructies zijn voor uw werkruimte en hoe deze het best toe te passen. Het was trouwens ook de WHO die zelfs in verband met de komst van COVID-19 afgelopen december als eerst voor de zorgsector protocollen in werking heeft laten stellen. Om te beginnen, elke situatie waarmee je belandt, waarin je belandt, en in dit geval we zijn in de COVID-situatie beland, is het belangrijk om na te gaan wat kun je aan die situatie doen. Kun je, op dit ogenblik zijn we niet in staat om de COVID-19, de ziekte op zich, te bestrijden. We hebben geen vaccin, we hebben geen medicatie. Dus eliminatie van de hazard is niet van toepassing. Als je niet meer kan elimineren, wat kan je dan wel doen? Dan ga je kijken welke maatregelen kan ik treffen om die ziekte niet te krijgen. En daar kunnen we dan een onderscheid maken in technische aanpassingen die je moet verrichten en organisatorische aanpak. Ja? En dat zijn die twee gebieden waarnaar we dan kijken van welke technische maatregelen kun je treffen om die ziekte niet op te lopen. En zo zie je bijvoorbeeld als je naar een bepaalde plek gaat dat er een scheidingswand is gezet, een plexiglas scheidingswand of een glazen wand om de afstand te bewaren. Andere plaatsen zie je dat er instructies zijn gezet van doe dit, doe dat voordat je de locatie kan bezoeken. En belangrijk is van te weten hoe je die besmetting kan oplopen. En het is al gezegd, direct contact, maar ook contact via ademhalingswegen, aerosolen. Dus je moet proberen dat te vermijden. Vandaar dat de regeling is gekomen dat je regelmatig je handen moet wassen, hoesthygiëne moet hebben. Dus de hygiëne maatregelen zijn heel erg belangrijk. En omdat we geen close contact moeten hebben, is de afspraak gemaakt om 1,5 tot 2 meter afstand te houden. Ook als ik zou ophoesten, zou het niet tot zover moeten komen. En verder, de mondneuskap dragen en op de juiste manier, mond- en neuskap, en op de juiste manier dragen, zodat je dan ervoor kan zorgen dat je een andere niet besmet en dat jij zelf niet besmet kan raken. Dat zijn dus de 3 maatregelen die je dan onder verschillende omstandigheden gaat toepassen. De protocollen bestaan in feite uit 2 grote werkgebieden, health en non-health. Alle protocollen samen die vormen het handboek, of sterker nog uitgedrukt de Bijbel, waarin alle regels en aanpassingen staan om verder verspreiding in te dammen. Nog voor het nieuwe coronavirus afgelopen maand voor het eerst opdook in ons land, was onze zorgsector door deze WHO-protocollen goed voorbereid. Voorbereid op de aanpak van COVID-19. Van dokter Malti Mohan Algu vernemen we dat nu erg hard wordt gewerkt aan COVID-19-protocollen voor transport, school en kinderopvang. In principe zijn alle protocollen belangrijk. Het is afhankelijk van welke diensten je gebruik zou willen maken, waarvoor je dus dan de richtlijnen wil hebben om dat te kunnen doen. En in principe vanaf het begin van de epidemie zijn we afgegaan op hetgeen de WHO, PAHO, ons voor heeft gehouden. Er zijn namelijk vanaf het begin van de epidemie heeft men voornamelijk gewerkt aan de health sector protocollen. En dat zijn dus heel veel. Nog voordat de ziekte in Suriname was in maart en we hadden zoiets van het zal wel een dagje komen, werden de voorbereidingen al getroffen. Met betrekking tot de case definition, met betrekking tot testing, swab, al die toestanden werden al, alles werd al besproken en in kaart gebracht van hoe gaan we aanpakken, hoe gaan we mensen in quarantaine zetten, hoe gaan we isoleren. Dus er zijn door de WHO aangegeven dat voor de health sector er verschillende protocollen moeten komen. En dat is dus ook gebeurd, is een hele listing van 9 gebieden waaraan vanaf januari al werd gewerkt.
Zodat toen de eerste case zich hier aandiende, was men al voorbereid, omdat men al reeds health sector protocollen had om te werken. Waarvan we nu werken, want je hoort wel, er is een protocol voor huisartsen, voor laboratoria, apotheken. Dat zijn de protocollen die wij hebben opgesteld om in principe naar het nieuwe normaal te gaan. Van hoe kan een polykliniek open blijven in deze COVID-situatie. En zo krijg je dus dan de overige protocollen met betrekking tot de garanderen van de dienstverlening. Ondanks het feit dat er sprake is van COVID in het land. Dus er is in die protocollen maken we onderscheid tussen COVID en non-COVID zorg. Ja. Yeah? En dat zijn dus dat groepje van de health sector protocollen. Ja. Dan heb je de non-health sector protocollen, want de gezondheidszorg is in een grote crisis, overal in de hele wereld. Maar de andere sectoren moeten ook doorgaan. In die zin van, niet iedereen beschikt over een auto om van hier naar daar te kunnen rijden. Moet het doen met een bus of met een taxi. Maar hoe ga je veilig in een taxi rijden? Zo zijn er dus, hoe kan een werkplaats doorgaan met het uitvoeren van de werkzaamheden met inachtneming van de maatregelen, de drie maatregelen. Dus de WHO heeft dus onderscheid gemaakt in 10 grote gebieden. Dat zijn de protocollen voor workplaces en business sector. Tweede is voor toerisme sector. Derde is educatie, dus de scholen, health sector, education sector. Vierde is de transport sector. Vijfde zijn kerken, winkels, restaurants. Zesde zijn sportvenues en gyms, you know, like sportfaciliteiten. Verder hairsalons en barbershops. Achtste zijn de prisons of gevangenissen. Negen zijn homes for elderly, zeg je, bejaardentehuizen. En andere plekken waar mensen langdurig verblijven. Zoals opvangcentra en dergelijke. En als laatste hebben we in de groep de orphanage, internaten, weeshuizen, tehuizen en dergelijke. Dus er zijn 10 grote groepen. En daaronder kun je dan weer een onderscheid gaan maken van wat prioriteit geniet. Op dit ogenblik bijvoorbeeld, vanwege het feit dat 1 oktober de school gaat beginnen, zijn we heel hard bezig te werken aan de schoolprotocollen, we noemen het schoolprotocollen, zijn de health sector, de education sector protocollen. Maar daarmee gaan gepaard ook de protocollen voor crèches, peuterscholen, kinderopvangcentra en de crèches, de protocollen voor internaten en kindertehuizen. Want kinderen uit districten komen in een internaat wonen om dan naar school te kunnen gaan en dat alles moet veilig gebeuren. Dus wat deze week op de agenda staat, is dan deze 3 protocollen af te ronden, zodat het daarmee gewerkt kan worden. In dit journaal hadden we reeds bericht over de eerste informatieve en interactieve Zoom-sessies, waaraan 60 topambtenaren hebben deelgenomen. Het was een succes en milieudeskundige Astriasia Warner heeft nu al aangegeven dat het vervolg wordt. Het Outbreak Management Team van het ministerie van Volksgezondheid heeft op 15 september jongstleden een hele informatieve Zoom-sessie georganiseerd om de ministeries en andere overheidsinstanties te informeren over het COVID-19 preventieprotocol voor overheidsinstanties. Aan deze online sessie hebben meer dan 60 personen deelgenomen. De deelnemers, dat zijn dus allemaal personen die belast zullen worden of zijn met het implementeren van dit protocol binnen hun instantie. Er is informatie verschaft aan deze deelnemers door dokter Algu en de heer Seobarat Misser die een interessante presentatie hebben verzorgd. Zelf heb ik dus ook een presentatie gegeven en na de presentatie was er ruimte om in te gaan op de vragen die de deelnemers hadden. Het succes hiervan is geweest dat de deelnemers
de achtergrondinformatie van het protocol tot zich hebben genomen. En daarnaast hebben ze dus ook informatie gehad hoe om te gaan met de checklist die is toegevoegd aan dit protocol. Een van de punten die naar voren kwam is dat er dus belangstelling is of behoefte is aan een follow-up, dan wel een training voor personen die belast zullen zijn met de schoonmaak en desinfectie van faciliteiten. Dus dat is een zaak waar we aan zullen gaan werken om dat dus ook wel aan te bieden. Het is dan ook een forum geweest waarbij informatie is uitgewisseld, zodat ook de overige protocollen die nog in de maak zijn, verder afgestemd kunnen worden met de deelnemers. Dus al met al is het een succesvolle meeting geweest online. Meer dan 60 personen hebben daaraan deelgenomen. En er is dus behoefte om verder te gaan met deze groep. Een van de afspraken is dus dat desgewenst er technische assistentie verleend zal worden door het Outbreak Management Team en het BOG afdeling Milieuinspectie wanneer er daartoe de behoefte is. Dr. Malti Algu is ingegaan op de inhoud van het protocol, onder andere met betrekking tot de hygiëne, met betrekking tot de ventilatie, waarop men zou moeten letten. En verder is er dus ook wel ingegaan op technische aspecten met betrekking tot personeelsmanagement, bezoekersmanagement, waarmee men rekening moet houden, de fysieke afstand, hoe men dat in acht kan nemen en het gebruik van mond- en neusbedekking. Een hele mooie vraag kwam dus ook ter sprake, waarbij een van de deelnemers gevraagd had hoe het best gehandhaafd kan worden door de verschillende ministeries, zodat het op één lijn ook wel is en daar is er ook een advies voor gegeven. De informatie is ook gegeven door de arbeidsinspectie, die heeft verteld wat zij allemaal al doen in het veld en op welke wijze zij dus van plan zijn om het protocol verder te implementeren op de werkvloer. Mijn onderdeel die ging dus over het stukje handhaving en ook met betrekking tot de checklist, hoe dat geïnterpreteerd moet worden, hoe men dat kan afstemmen naar hun eigen instantie en eigen behoeften. Wat ook goed is om te weten, is dat deze protocollen steeds naar tijd en omstandigheid worden aangepast. Om het met een duur woord te zeggen, deze protocollen zijn dynamisch. Er worden steeds uitgebreidere versies gepresenteerd. Het zijn de belangrijkste afspraken die gemaakt worden tussen de overheid, bedrijven en instanties, als ook de bezoekers en de werkers. Inderdaad, protocollen zijn heel erg belangrijk, omdat er een nieuwe situatie is ontstaan waarin wij met elkaar moeten werken en veilig werken. Dat wil zeggen dat wij het risico om besmet te raken zoveel moeten minimaliseren. En daarvoor moeten we met elkaar afspraken maken hoe we het gaan doen. En voor elke sector, voor elke omstandigheid, voor elke locatie kunnen er dan andere afspraken worden gemaakt. En deze afspraken zetten we dan in een protocol en dan delen we met de doelgroepen, de betrokken personen, zodat wij weten hoe we te werk moeten gaan, zodat de mensen die erbij betrokken zijn de maatregelen kunnen treffen om het ook zo te laten gebeuren. Wel moet u weten dat protocollen een ongoing proces zijn. Het schrijven van protocollen is een ongoing proces, dus wij verwachten ook steeds feedback van de gebruikers, dat ze ons vertellen wat misschien niet goed gaat, wat aangepast moet worden. En dat doen we dan ook. Dus je gaat ook merken als je op de website kijkt dat de ene protocol versie 3.0.3 is en de andere versie 5. Dat komt omdat er nieuwe informatie binnenkomt en we moeten het aanpassen. COVID-19 is namelijk ook een nieuwe ziekte. En het is vrij jong, 6 maandjes oud. En elke dag komt er steeds meer informatie erover. Dus we moeten telkens ook door blijven kijken naar de protocollen, wat we hebben geschreven of we moeten aanpassen. Werkt het nog steeds in ons land of moeten we de zaken wijzigen? Dus dat is het punt, dat we steeds veilig moeten kunnen werken, openstellen van instanties, openstellen van winkels, bedrijven, overheidskantoren, anything, veilig en veilig kunnen openhouden. Daar gaat het om.
We hebben gezien of geleerd dat het door het ontbreken van een vaccin de eliminatie van COVID-19 niet mogelijk is. Dus moeten we het voorlopig stellen met technische aanpassingen en organisatorische aanpak om besmetting of infectie via de ademhalingswegen te voorkomen. Dat zien we overal terug in de wastafels bij de bedrijven, de plastic folie rond de kassa's van de winkels en natuurlijk de mond- en neusbedekking. Wat we verder doen is niet te veel van ons in één ruimte, geen crowding, geen samenscholing, geen feest, maar gewoon lekker thuis blijven als je niets te zoeken hebt op straat. We doen dit samen. De zorgsector, medische verleners, onze bestuurders, van president tot DC, de essentiële diensten en heel belangrijk, u en ik. COVID-19.